Welkom bij Met een Zachte G. Donderdag 27 april stond heel Tilburg op zijn kop. Het was een groot feest. En dat hebben wij natuurlijk niet gemist. Zoals Charlotte in de Koepelhal heb ik straks de gast, wethouder Erik de Ridder. En sluiten we af met een nogal passende vraag aan de Tilburger. Maar eerst gaan we kijken naar Isjan, die weer te gast was bij een echt Tilburgs gekkenhuis. Nou, vandaag zijn we neergestreken bij een speciaal huis aan de Schouwburgring. En mijn cameraman en ik zijn nogal de koning te rijk, want vandaag zijn we namelijk in een vrouwenhuis. Dus dit belooft nogal wat. Wat hun naam is en wat hun motto is, gaan we zo meteen allemaal vanzelf horen. Dus laten we maar snel naar binnen gaan dan. Hi, ik ben Pascal en kom binnen. Ik heb mijn jasje even uitgedaan, want het is altijd warm hier. We staan nu in de gang en kom maar binnen in mijn kamer. Welkom op mijn kamer. Hier achter me zie je al wat foto's met mij en mijn vriendinnen. En hieronder zie je mijn bed, mijn zelfgemaakte bed. Daar zie je een biertje die heb ik gekregen van Emma uit Ibiza. En hierboven hangt mijn tackle. Het beste aan mijn kamer is mijn super grote tv. En dit is de wc. En dit is onze badkamer. We maken alleen niet zo vaak schoon op het dakterras, want er groeien zelfs paddenstoelen. Ik ben een echte fit girl, dus voor deze keer ga ik voor Isha iets super lekkers maken, namelijk een smoothie. Kijk eens, een smoothie. Dankjewel, ja, een smoothie, dat zag ik. Maar vertel, wat heb je er allemaal in gestopt? Bananen. Mix van bananen en ander vers fruit wel. Ja. is vaak met smoothies, ja. Wel sojamelk. Mm-hmm. En een sapje. Dat was het. Oh, een klein beetje vodka wel. Ook nog een klein beetje vodka. Wel iets meer dan een klein beetje vodka. Nou, top, dankjewel. Ik heb er ontzettend veel zin in. Zoals je zag was de smoothie erg lekker en een klein beetje wodka smaakt eigenlijk wel naar meer. In de studentenhuis heb je meestal wel wat alcohol. Waar hebben jullie het verstopt dit keer? Nou, wij hebben toch wel iets heel speciaals. Kom maar mee naar de schuur. Nou, dit is dus onze schuur, ook wel onze drankvoorraad. Altijd als we even ergens zin in hebben, dan hebben we dit allemaal tot onze beschikking. Dus dat komt wel goed uit. Niks beter dan een vers biertje na een smoothie. Waarom wij dus het beste huis van heel Tilburg zijn, is omdat wij als schuur hebben wij een hele drankhandel. Dus altijd als er iets mis in het huis, kunnen we daar naartoe. Verder organiseren we ook onze eigen feesten, zoals je hier ziet op onze posters. En we hebben onze eigen poetsvrouw, we hebben een bad, we hebben een vaatwasser, we hebben alles wat je eigenlijk nodig hebt in één huis. Nou, we zijn op het einde van, ik denk wel, het meest veelzijdige studentenhuis van Tilburg. Eigenlijk heb ik alles wel voorbij zien komen, maar nu de cijfers natuurlijk. Nou, te beginnen met het laagste cijfer, de hygiëne. Eigenlijk best wel prima, super schone badkamer. Ik denk dat ik een kakkelak of 4 geteld heb, maar goed, dat zien wij gewoon door de vingers. Dus ik denk dat we daar op een 8 uitkomen. Dan gaan we naar de pitch toe. Nou ja, zoals je kon zien, organiseren ze zelfs hun eigen feest hier. Nou, ik denk dat dat ook wel speciaal is in een studentenhuis hier in Tilburg. Nou, vervolgens hebben we natuurlijk het eten gehad. Zoals jullie gezien hebben was het een echte vrouwenmaaltijd. Past ook wel bij zo'n vrouwenhuis. Nou, die krijgt van mij zeker een 9,5. Ten eerste omdat ik de vitamine zeker zelf ook wel even nodig had. En daarnaast proefde je gewoon de liefde die erin zat. En dan tot slot, ja, ik heb een primeur voor dit seizoen gekkenhuis. Jullie hebben het allemaal kunnen zien. Ze hebben hier een bar als schuur. Nou, sorry hoor, maar als je een bar hebt als schuur en mij dan ook nog eens een biertje geeft, dan krijg je van mij geen 10, maar een 11. Nou, als we dat dan allemaal bij elkaar optellen, dan komen we uit op een gemiddelde van 9,25. Laten we naar boven afronden omdat het zo'n geweldig huis was. Het is een 9,3 en dus een nieuwe nummer 1. Maar wat ik bijna wel zeker weet, dat hier niemand meer bovenuit komt. Nou, een nieuwe nummer 1 en dat met een 9,3. Dat belooft dat. Naast mij is komen zitten wethouder Erik de Ridder. Erik, hoi. Hey, leuk om er te zijn. Ja, dankjewel.
Hoe was het voor u toen u te horen kreeg dat de koning naar Tilburg kwam? Ja, fantastisch. Ik sprong echt een gat in de lucht. En vooral omdat dit voor Tilburg een kans is om te laten zien wat we waard zijn en wat wij te bieden hebben. Aan de koning natuurlijk, maar vooral ook aan al die mensen die televisie kijken op zo'n dag. En ja, al de hele opbouw ernaartoe is voor ons al een geweldige kans geweest. Dus ja, ik was echt heel erg blij. Ja, en had u dan ook meteen zoiets van, ja, dit moet de koning echt zien? Nou ja, er zijn heel veel dingen. En wat ik vooral heel erg goed vond, was dat de burgemeester toen die bekend maakte, ook meteen zei, dit gaan wij niet alleen als college organiseren, of als gemeenteraad of iets dergelijks. Nee, dit gaan we met de stad organiseren. Dus al die dingen die wij de koning moesten laten zien en Nederland moesten laten zien, die hebben wij uiteindelijk van de Tilburgers zelf gehoord. En er waren meer dan 700 inzendingen uiteindelijk. En daar zaten een aantal dingen bij waarvan ik vond dat ze er zeker tussen moesten zitten. Zoals bijvoorbeeld een reuzenrad. Ik wilde per se een reuzenrad om een knipoog naar de kermis te kunnen hebben. Ja, maar ook dat je eigenlijk die binnenstad, die volledig in beweging is, op dit moment in de spoorzone, maar ook in het centrum. Ja, je moet laten zien dat Tilburg een stad is die leeft. Hè. We branden van ambitie en we hebben enorm veel potentie. En dat willen we laten zien. Ja, snap ik. En jullie hebben het zo opgezet. Jullie hebben dus een inzamelingsactie eigenlijk bedacht, dat mensen hun ideeën konden insturen, ja, toch? Ja, alle ideeën waren welkom. En ja, we konden ze natuurlijk niet meer uitvoeren. Dat wisten we van tevoren. Maar we hebben wel zoveel mogelijk geprobeerd om de ideeën die uit te voeren waren en ook op de route lagen, om die ook door de mensen zelf uit te laten voeren. En dan met een beetje begeleiding en coaching vanuit ons en van het productiebedrijf, maar zoveel mogelijk de activiteit van de mensen zelf te laten zijn. En ik denk dat het heel erg goed gelukt is. Ja, want het bestond uiteindelijk uit 13 werelden. En die 13 werelden waren eigenlijk, elke wereld was gewoon mensen uit Tilburg lieten hun ding zien, toch? Ja. Zo zat het eigenlijk in elkaar. Ja, zo zat het in elkaar. En op die manier kon je ook echt heel dicht bij die mensen blijven. Dus nou ja, we hebben natuurlijk de commentaren ook wel gelezen, dat sommige dingen wat beter uit de verf kwamen dan andere. Mm-hmm. Ja, dat zij zo. Maar ik denk dat overal gezien we een heel afwisselend programma konden laten zien. En daarmee ook de afwisseling die Tilburg te bieden heeft konden laten zien. Ja, en was het nou echt een eer dat de koning echt zijn 50ste verjaardag hier nog eens vierde? Een kroonjaar? Ja, ja, absoluut. Kijk, sowieso is het een enorme eer om Koningsdag te mogen organiseren. En dat dan ook nog eens een keer zo'n speciaal jaar waarin de koning 50 wordt. Dat wordt hij maar één keer, zullen we maar zeggen. Ja. Om dat dan in Tilburg te vieren, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja. En ik denk ook echt dat dat echt het extra kerst op de taart is geweest, om het zo maar te zeggen. Echt het kroonjaar, dat echt. Absoluut. Het was al een enorme eer en dit maakt het extra speciaal. Ja, snap ik. Nou, zo meteen gaan we het nog verder hebben over de dag zelf. Maar eerst gaan we naar Charlotte. Want Charlotte was in de Koepelhal, in de spoorzone, waar een indrukwekkend spektakel plaatsvond. Welkom bij weer een nieuwe gast erop en dit keer wel een hele speciale. Want zoals je ziet, heel het station is in rep en roer, want het is Koningsdag. Niemand anders dan onze eigen koning wordt 50 en daar gaan wij een kijkje nemen vandaag. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria. We gaan er vandaag een hele feestelijke dag van maken. We gaan eerst kijken bij het station, misschien de aankomst van het koninklijk paar en de familie. En dan gaan we de route verder lopen. Kijken naar luisteren naar de koren. Alle mensen die vandaag heel veel energie hebben gestoken in een feestelijke dag. En met een beetje zon erbij hopen we er heerlijk van te genieten. Wij gaan met onze klas Willem-Alexander zien. En we hebben gouden sticker gevonden. Dus ja, dan gaan we VIP, dan mogen VIP, dus dat is wel heel leuk. Zoals jullie zien sta ik alvast in de Koepelhal klaar tot dadelijk het spektakel gaat beginnen. Achter mij zien jullie de 50 pianos al klaarstaan en nu is er nog erg rustig. Maar als dadelijk de koninklijke familie binnenkomt, dan zal het hier stralen met mooie pianomuziek. Op het idee gekomen om de 50 piano's neer te gaan zetten? Nou, we wisten natuurlijk dat Willem-Alexander 50 jaar zou worden dit jaar. En nou, toen zaten we zo bij elkaar en zeiden van God, laten we iets doen met 50 instrumenten. En toen zei Etienne Grotveld van de pianozaak,
van nou, dan zorg ik voor 50 piano's. Toen heb ik gezegd van oké, dan zorgen wij voor een compositie. We hebben dus een componist de opdracht gegeven om een compositie te maken. Nou, het zag er echt spectaculair uit net. Is alles gegaan volgens plan? Ja, ik moet zeggen dat ze kwamen precies op het goede moment binnen. We waren bang, omdat ze al iets later kwamen, dat ze wat eerder misschien wel weg zouden gaan. Maar ze zijn tot het laatste toe gebleven. En de mensen waren al heel erg enthousiast dat ze twee keer van Willem-Alexander bravo hoorden. Dus waarschijnlijk is het ook goed bevallen. Ik sta hiernaast een van de pianisten die net heeft opgetreden voor de koning. Hoe vond je het? Heel leuk, maar ook spannend. Ja, vond je het spannend? Ja. Hoe vond je het om met 49 andere pianisten samen te spelen? Heel leuk, alleen het is ook weer raar, want je hebt heel veel verschillende, zeg maar, piano's die je elke keer door je eigen geluid heen hoort. George, ik hoorde bijna mezelf niet meer. Nee, dan wordt het natuurlijk een stukje weer moeilijker, denk ik, hè? Hoe denk je dat de koningin het heeft gevonden? Ik denk dat ze het leuk vond. Alleen, ja, ik denk dat ze het heel leuk vond, want het is een heel mooi stuk gewoon. Ik ken je nog niet, maar je lijkt op Nicky. En het zou kunnen liggen aan die 15 whisky. De kleding is roze, met blauw als fristie. En je heup is een sexy, die strak is skinny. Misschien is het een idee om hier weg te gaan. Daarom krijg ik erg plezier, ik vind vandaag. Naar Parijs, naar Rome of naar Milaan. Volgens ik niet op mijn fiets, helemaal naar de maan. Achter mij, daar gaat de koninklijke familie. Hopelijk hebben ze een leuk Koningsdag hier in Tilburg gehad. En nou, doei! En tot de volgende keer weer! Wilhelmus van der Schouwen ben ik van Duitse bloed. En wij zijn ook van Duitse bloed. Nu kan ik het niet meer. Nou, zoals u kon zien was het een geweldige dag. Erik, hoe heeft u de dag zelf beleefd? Ik heb een onvergetelijke dag beleefd. En onvergetelijk omdat wat je zag, was dat Tilburg zich echt liet zien zoals wij Tilburg kennen. Hè. Wij weten dat Tilburg dat allemaal heeft. Talent en cultuur en muziek en ja, al die prachtige mensen. En we hebben een fantastisch feest beleefd. We zijn van 's ochtends vroeg zijn we gaan feesten. Eigenlijk al de dag van tevoren met Tilburg Zingt. En we zijn tot en met de avond doorgegaan. En er is eigenlijk niks noemenswaardigs gebeurd. Hè. We hebben gewoon een hele gezellige dag gehad. Dat kan Tilburg. Wij kunnen feest vieren. En tegelijkertijd zie je zoveel van die bijzondere dingen uit Tilburg zie je voorbij komen. Nou ja, ik heb ook op Twitter gezet na afloop. Ik zeg ja, ik ben gewoon ontroerd van hoe mooi het is geweest. En hoe onvergetelijke dag we met z'n allen hebben mogen beleven. Ja, want je zegt, er is eigenlijk niks gebeurd. En zoveel mensen. Maar hoeveel mensen waren er? Weet je het ongeveer? Ja, naar schatting waren er op het moment dat de koning er was ook ongeveer 150.000 mensen in de stad. Maar ja, de feesten gingen uiteindelijk tot diep in de nacht door. Uiteindelijk, ik rolde ook pas om 3:30 of zo eens een keer mijn huis weer in. Ja, ik ook. Dus ja, we hebben echt met z'n allen met volle teugen van genoten. Dus ik denk dat de stad echt overvol is geweest met mensen. Maar op een goede manier, met veel gezelligheid, veel sfeer. Ja. Zoals wij dat kunnen in Tilburg. Ja. En dat hebben we laten zien aan Nederland. Zeker. En aan de koning. Ja, dat zeker. En heeft u een soort van hoogtepunt van de dag? Ja, een hoogtepunt. Ik moet zeggen, ik vind de sfeer die er op enig moment op het Piersplein was. Bijvoorbeeld toen de koninklijke familie kwam aanlopen. Je hoorde eigenlijk het geroezemoes, toen hoorde je toenemen. Je hoorde van, hé, er is iets aan de hand. En ik kon het net niet zien, hè, waar ze begonnen. En toen liep ze het plein op. Je hoort de volume neemt toe. En op een gegeven moment beginnen ze dan Brabant te zingen. Hè. We zullen even laten horen waar we zijn. Dan heb ik wel kippenvel, moet ik zeggen. Ja, en nu ik erover heb weer. Ja, moet ik zeggen. Nu ik erover nadenk, ik ook weer. Ja, dat was echt een heel mooi moment, zoals je al zei. Fantastisch. Inderdaad. En als je het nu nog eens zou mogen doen en nog eens inbreng zou mogen hebben. En zou je dingen anders doen? Of zeg je nou nee, ik gewoon helemaal zoals het was, want ik ben er gewoon trots op? Nou ja, ik denk zoals het is geweest, was het fantastisch. En was het helemaal goed. Het enige, kijk, je zou het liefst zou je volgend jaar en de jaren hierna zou je het nog een paar keer willen organiseren. Ja, want we hebben nog zoveel meer te laten zien aan de koning en aan Nederland. We hebben zoveel keuzes moeten maken. Als je kijkt, we hadden natuurlijk ook in de Piershaven kunnen aankomen. Fantastisch mooi gebied, wat heel erg in opkomst is. Als je kijkt, sommige mensen zeiden, het komt eigenlijk een paar jaar te vroeg, Koningsdag in Tilburg. Want in de binnenstad ligt alles overhoop op het moment. Dat klopt, dat is over een jaar of anderhalf is dat af. Ja, eigenlijk, ik zou zeggen, kom dan nog maar een keer terug. Want we hebben zoveel meer nog te laten zien. Dat geldt voor heel veel. Als je kijkt wat er in de spoorzone op dit moment gebeurt. Daar liepen ze nu al doorheen. Maar een aantal van de dingen, de bibliotheek zit er nog helemaal niet. Die komt er wel. Fontys gaat er naartoe. Dat worden fantastisch mooie ontwikkelingen. Ja, het liefst laten we die straks ook nog een keertje zien. Dus we hebben meteen, al bij de nazit na afloop, hebben we meteen gezegd, nou,
jongens, we weten nu hoe het werkt. Jullie zijn altijd welkom, ja. dus kom maar langs. Dus ze nodigen nog eens uit. Aan ons zal niet liggen. Nee, ja, nee. Aan ons zal het zeker niet liggen. Nee. Nou, heel erg bedankt dat je er was. En heel ik denk dat ik voor heel Tilburg kan spreken als ik zeg dat het echt een geslaagde dag was. En dat we er echt trots op mogen zijn. Absoluut, ja. Nou, we sluiten natuurlijk nog af met gebabbel. En wij waren benieuwd wat de Tilburger eigenlijk had gedaan bij Koningsdag. Ik heb mijn Koningsdag op Rotterdam rondgelopen, op de Rommelmarkt. Op Koningsdag was ik in het ziekenhuis, want mijn moeder is opgenomen in het ziekenhuis en ze was die dag ook jarig. Ik ben hier in de stad geweest en ik heb de koning gezien en dat was hartstikke leuk allemaal. Ik heb gewerkt in de supermarkt. Een beetje door de stad gedwaald en wat mensen gekeken. Ik ben naar Tilburg geweest omdat mijn vriend de koning mocht ontvangen bij een onderdeel. Dat was super tof en ik heb het vanaf de tv gekeken, dat wel. Nou, ik ben lekker op de Rommelmarkt geweest en ik heb een Sims 4 spelletje gekocht voor een euro dat nog werkt ook. Ik lag op de bank in mijn joggingsoutfit te kijken naar de koning in Tilburg, waar ik woon.